Ja, voorzien live, Roger. Voorzien live. Ja, we volgen het door, we horen niet aan het opletten. Ja, nou ja, ik denk, we kriegen een centje aan dat uur. Ja, we horen een kiek op de telefoon of we nog echt zo waar. Ja, of we live worden, maar we zien live, live op YouTube. We zien live, dames en heren, Toes, kiekers, luisteraars. Ook hier van harte welkom. Dit is het 16e Euregionaal Prinsentreffen. Een sporthal het Vroendel in Groeselt. Ik ben hier samen met Marvin. Je kent hem nog van vorig jaar. Ja, dat klopt inderdaad. Of nee, of ze loren nu voor de eerste keer. Ja, dat zou ook kunnen. En anders kennen ze die nog wel van vorig jaar. En al die jaren ervoor natuurlijk. Hè. Want dit is toch wel een grote steunpilaar op deze avond. Want het is toch geweldig ziek als ze dit allemaal zo zijn. De eerste artiesten die stonden al te popelen achter zijn coulissen eigenlijk. En die heb schaans ingestudeerd wat ze allemaal gedaan hebben. Hoe ze vandaan komen, wie ze heten. Maar vergoed het gaat compacter houden, heb ik gehoord. Vergoed het gemakkelijk houden. Ze hebben vorig jaar en dit jaar het TVK gewonnen. En op het ritme van de muziek, daar wonnen ze in 2019 met op het TVK 2019. Ze zien met veren twee dames, twee heren. De boyband, girlband in het vastelavondcircuit van Limburgers. En ze komen uit Sittard, Beeg en nog een paar van die schoenpleitsjes. Geef ze een groen applaus. Verrek eens! Goedenavond, Grootsveld, we gaan feesten! Sloop en zit nog oud op mee. Ons moment kunt nog steeds dichterbij. Want als het vuur straks weg is gerold, zien wij hoog in de lucht was de lovend storm. De kop van Joek staat niet gestorven. Zo zullen wij straks nog in de knafjes schoon. De confetti regen en sinds van. En de muziek weer te zingen. Was de lovend vuur van vuur van hier dat knalt hier dan van ieder gupje pak, vult voor ons als en een echte vuurwerkknop. De kop van Joek staat niet verstoord, zo zullen we straks nog ieder knap weer schoon. De confetti regen en zit van, en de muziek uit de boksen knap. Oké, okay, de kantine! Was de lovend vuur van Oh,
prinsessen, adjudanten, vastelovers, vrienden. Dit was verrekkers mooi. Jullie waren verrekkers mooi. We willen jullie bedanken voor het optreden. Applaus voor jezelf. Dank jullie wel. Ja, geef ze een groot applaus. Ik vond het super chic, of wie ze zelf zeggen. Verrekkers mooi, Roger. Toch? Verrekkers mooi, hè? Verrekkers mooi. Ja, Roger, wil ons ook beginnen met de eerste medaille zo te reiken, maar... Ja, we moeten even wachten tot we plaats hebben, hè, tot ook de prins en prinses naar boven kunnen komen. Ja, dat is geen probleem. Maar daarom hebben we de muzikale ondersteuning van die prachtige, energieke, jonge lui die helemaal links stonden. Dat is de mensen, alles wat ik erover gehuurd, gelezen en metgemaakt heb. Energiek, oude klassiekers in de vastelaar, maar ook zeker de nieuwe nummers die ons even af en ten gehuren brengen. En ik zou zeggen, geef gaas en dan kunnen we weer langzaam gewoon klaarmaken voor de eerste medailles uit te reiken. Geef ze vast een applaus, nuchter vertrok. Ja, en onder dus muzikale klanken ga ik de jeugd, of in ieder geval de verenigingen naar boven roepen. En we beginnen dus eerst de ronde met de jeugdverenigingen. Dus ik wil je naar boven vragen van JCV de Riese uit Marigotte, Prins Wettas en Prinses Siana. Van JCV de Nachtrabertjes, Prins Xavier en Prinses Sam Oetema. Van Jeugdcarnaval de Haversekjes, Prins Jannik de Tweede en Prinses Senna. Zaten helemaal niet nuchter vertrog bezig en ik kunt tussendoor, tussen de artiesten door, kunt u voor muzikale klanken zorgen. Moet ik denk aan mijn laatste optreden, dat was bij dich in Valkenberg. Oh, dat was bij mij in Valkenberg, inderdaad. Voor TV Valkenberg organiseer ik het Vastelovenscafé en Zichu Mordabie. En daarna ben ik gevallen, Jos. En daarna ben ik van de trap afgedonderd, inderdaad. En drie ribben gebroken, schouderblad gebroken, van alles. Maar ik ben met erbij, gelukkig. Nou, ik deed me echt goed om dich weer te zien, want ik zag van alles voorbij komen. Hier zal het ook blij zijn. Ja, we zijn zeker blij dat Joost terug is. We hebben hem zeker gemist. Ja. En het beveelde ik toch wel een beetje goed toe, zag ik afgelopen zondag op Facebook. Nooit gedwongen, ja. Puur nooit gedwongen. Was eigenlijk niet leuk. Nee. Wie wou ik ervaring, de LVK-deelname? Wie vond er dat, om dat mee te maken? Ja, heel chic. Voor mij was natuurlijk de eerste keer. Wat een hele leuke belevenis. En allemaal heel veel leuke lui leren kennen. Zo. Nee, wat echt super. Ja, echt leuk. Ja. Zijn geen spiel van de deelname aan het LVK? Nee, absoluut niet. Nee. Voor ons ook weer een nieuwe ervaring. En ja, voor ons wordt het top. Dus volgend jaar misschien weer. Misschien weer. Ja, zeker. Ja, absoluut. Zeker. Nou ja, dadelijk komt hier het podium op. Heel veel prinsen in de zaal. Is het nu anders dan gewoon publiek? Nee, prinsen zien ook gewoon leuk. Daar komen ze daar wel achter. Hier. Maar blijven leuk met status, absoluut. Ja. Ik geur al door dat je dat zo op ik zin in het wachten. Dus veel plezier en succes. Hoi. Geef een applaus. Hij stond ze. Siju. Volgende week op het terras. Kijk, wat genoeg van pas. We hadden ons beloofd, een lekkere pot te roken. Kom, veel drinken, allemaal.
joekelen. Vier uur geëer, muziek en zang. Gon op en neer, gon op en neer, bij iedere klank. Kunnen niet blijven stroom, stilletjes is gedoom. Kom, weer springen, springen, springen allemaal. Ja, doe echt allemaal. Ja, allemaal. Laat ik zien. Deze avond. Veel beer uiteraard. Nou, wat nog? Een hoop gezelligheid, een hoop spas. Door wat de carnaval dus kan brengen hier in de regio. Maar ja. Hey, met een Sjeile Kuus. Even voor de kijkers van de TV Maas in Hageland. Wat is de Sjeile Kuus? Ken ik die dat vrouw, Christian? Ja, dat ken. Op één keer maandag. Carnaval maandag. Gaan we met een doodje bijeen hierop. Van de oude kwakvis. Ik heb van de nakroven. Gangers dan. Van de café van Breus. Eigenlijk iedereen wat met het gegaan naar München. Die huren bij de Sjeile Kuus. En we organiseren dan een keer carnavalsmaandag. Nu al 3 jaar achterin een leuke carnavalsavond in Breus. Ja. Nu heb ik gehuurd via betrouwbare bronnen dat die neer van de Sjeile Kuus het afgelopen jaar is geweest. Klopt dat? DJ is prins Sjeile Kuus de eerste van nu 2018, ja, dat klopt. Heb je al een opvolger van Slak? Nee. Carnavalsmaandag. Oké, weet je, iedereen kent zich nog opgeven? Ja, wat zijn er kent? Het Groenpak. Ja. Misha ben ik bezat, de wedstrijd. Goed, jongens, ik zou zeggen, amuseer dich. Ja, dank. Oh, jongens, wat schoen en hoeveel de echte goal. Ik heb het vijf, hè. Dank je, Erik. Eerste nacht zo, dus dan weer duister nacht. Eerste nacht zo, dus dan weer duister nacht. Zien de meisjes stiekem nog het fijns op jacht. Zien de meisjes stiekem nog het fijns op jacht. Met de jongens wordt de ganse nacht geschans. Met de jongens wordt de ganse nacht geschans. Met een geren, deze kriegen geen kans. Met een groezen en functioneren, laat ik huren. Met dan, zien ze de hele moeder stoot. Dat je de halen. Mijn land, willen ze naar Hoestel komen? Kom
bangige aandacht voor déjà vu Angelique. Goedenavond samen. Wie is het vanavond? Is het een beetje gezellig? Oh, dat klinkt nog een beetje voorzichtig. Hè. Ik wil het even huren. Is het een beetje gezellig? Ik wil al die flexibele vingertjes even vanavond zien bewegen. En ik wil al die flexibele lipjes, dames, die je met hebt genomen, ook zien bewegen. Hè. Die mannen met die vingertjes op de trekbuil. En al die dames die gewoon blozen op dat trompetje. En dan kun je dat gewoon als we zingen. Oh, la la la. Le mythe lit de chance, want hij won bij werd dat dansen, zie dat, oh la la la. Je had al in de gaten dat we zeker willen laten, hier dat, oh la la la. Het bleek niet bij het dansen, want ik wacht nu op mijn kans, het is nu niet een tien. De wieke koos niet dansen, je vergoeide dus een kans en wat dat is, Piet. Maar Bertha ging toen tukken en die vond al binnen leuk en die dacht, oh la la. De koos wel beter dansen, wel alleen ding op de bal te zien, oh tja tja tja. Toen Bertha wou bewegen en ze kon toen Bertha spreken, weet ik u wie u ziet. Ik pakte haar een spas en goede haar over. En zie dat dat moest niet. Wie de wieke dat toen zag dat meer aan jou zou dansen. Dat ken ik toch al wel lang. Maar werd zou gewoon niet dansen. Want te dansen met de kerels was hier bang. Oh, ik begon een beetje te drinken. Hey, hey, hey. Kom op, even allemaal die vingertjes omhoog. Laat me die vingertjes het zien. Kom op, jongens, je gaat la 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 la
open. Die zien we hartstikke, die kan niet vertellen. Merken, merken, hebben ze een kater. Zing ons zingen! Ja, la, la. Lief lui, shoot Bastelavond! Tot in de volgende keer! Kunt net van het podium af, ze hebben ze opgetrooien op het Prinsentreffen. Als ik moest kiezen tussen Prinsentreffen, een dameszitting of een herenzitting, wat eet ze dan? Oh, dat is lastig, want ik vind het alle drie even leuk om te doen. Echt waar? Kunnen we... Serieus, hè? Weet ze, op een dameszitting, vrouwen vinden het heerlijk om lekker met te zingen en met te dansen, met hun rammeleerken en lekker te genieten. Mannen vinden het heerlijk om te zitten en die moeten lekker het nummer wie doe, lekker met kunnen bleren. En dit is gewoon gemengd, dus dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik heb gelezen, afgelopen november best ik een grot ingegangen, samen met Erik Gele, DJ Michel en ik. Ja. Ja, dat was heel spannend, maar wel erg leuk. Ja, lijkt dat spannend, maar noem maar het even goed. Ja, nee, we komen hartstikke goed. Het was heel erg spannend om jouw nieuws te doen met z'n allen. Het laatste nummer van Louis en Marie hebben we erop genomen. En maar ja, als ze met z'n drieën bijeenkomt en iedereen heeft zijn eigen inbreng, ja, maakt ze er het schitterend van. Ja, het resultaat hebben we net gewerkt, klonk echt heel goed. Maar wie bevult het zich dan nu om alleen te zijn? Want dus zorg ze nu die twee heren op. Sinds oktober 2017 gij ze solo. Missen nemen snijven dicht. Nee, nou ja, als je recht iemand missen nemen, dat niet. Ik krijg een drukje. Oh. Verslik ze geven. Ik heb goed. Angelique pak zich even het water, de verslik zich even. Ik heb goed, hè. Natuurlijk net ogen niet aan opgezongen op het podium. Ik heb goed. Klinkt dat, nu klinkt dat inderdaad zo alsof jullie emotioneel worden tot de dames er niet bij worden. Nee. Leek even zo, maar ik zorg inderdaad de verslik ze de scharen. Ja, een druurkel, maar dat maakt niks uit. Nee, ja, weet ze, tuurlijk missen de meiden. In de gezelligheid, samen onderweg zien. Maar ja goed, het is binnen een jongen verder. En dan geeft dat eigenlijk vanzelf. De vinst in de week erin. Wanneer ik daar met Ben onderweg, jij de ogen, is ook aardig voor mij. Ja, nou, dat is in ieder geval hartstikke goed. De zaal sting al eigenlijk op zijn kop, dus ga ze door. Dankjewel. En dan nog veel optredens de komende tijd? Nou, we moeten nog even, wat is het nou, twee dingen er nog even flink eraan. En dus dat, ja goed, dat merkt ze ook, maar dat huurt ze bij. We vinden het zo leuk om te doen, dus ja. We genieten er alleen maar van. Vier ze zelf nog een beetje carnaval? Ja, zeker. Je niet thuis blijven zitten en iedereen eten. Dat geeft niet, hè. Dus carnaval zondag ben ik zelf altijd met de family op paard. En dan... In mijn streek? In mijn streek. Oké, okay. Goed. Nou, een hele spannende dag gewenst en nog een fijn seizoen. Dank je.